Dames en heren, hartelijk welkom op deze 10e Domusdag. Het is volle bak vandaag. We zitten met meer dan 300 mensen. 325 mensen hebben zich gemeld. En zoals gebruikelijk moet ik beginnen met een paar huishoudelijke mededelingen. U voelt hem al aankomen, de mobiele telefoon. Maar het is niet alleen dat u de mobiele telefoon niet mag gebruiken om te telefoneren of te laten rinkelen. U mag er ook geen foto's mee maken en er mogen ook geen geluidsopnamen worden gemaakt. We hebben een professionele cameraploegen hier, zoals u ziet. En die gaan dit hele gebeuren van vandaag opnemen en dat komt ooit in de toekomst op MGN-portaal te staan, zodat u nog kunt naluisteren wat u allemaal beleefd heeft vandaag. En dat valt onder het auteursrecht. Ik ben geen deskundige op dat gebied, maar ik heb begrepen dat daar forse seculiere maatregelen in het vooruitzicht worden gesteld voor degenen die daar misbruik van maken. Voor de rest is er een kleine wijziging in het programma. U ziet op het programma staan dat er drie sprekers zijn. Drie eenleidende sprekers. Helaas is een van de drie door een ongeval gisteren thuis verhinderd om te komen. En dat is natuurlijk toch erg jammer. Dat gaat om Harry Hille, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis. En u heeft allemaal wel eens de ervaring als u op een terrasje zit of in een restaurant, dat er die tafeltjes, als ze vier poten hebben, gaan ze wiebelen en dan moet er een bierviltje onder. De enige stabiele manier is een driepoot. En die driepoot die hebben wij om de medische geschiedenis te bevorderen. Dat is in de eerste plaats de KNMG, waarvan de voorzitter dadelijk zich tot u zal richten. Want de KNMG stelt deze zaal ter beschikking. En dat gaat niet om een paar tientjes, kan ik u verzekeren. Dus dat is de eerste poot van de drie. De tweede is de NVMG, de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis. Dat is professor Harry Hille, die dus niet aanwezig kan zijn. En verder ziet u daar professor Nieuwenhuizen-Kruseman. Die is dus voorzitter van de Stichting Historie Medicine. En die zal aan het eind van de dag terugblikken op wat wij vandaag allemaal beleefd hebben. Want medische geschiedenis is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hoewel sommige filosofen, medici, daaraan twijfelen en dan in medisch contact eerst schrijven dat medische geschiedenis, ik heb het over Bert Keizer, eigenlijk niet zo belangrijk is. Toen is ik er uitgenodigd op het treffen met medische geschiedenis op Urk. En daar is grondig bekeringswerk gedaan. En hij heeft dat in tweede instantie in medisch contact weer geroepen. Ik zeg maar ook een filosoof na uit de eind 17e eeuw, Auguste Comte, l'histoire de la chance, c'est la chance même. En daar valt niets op af te dingen. Dan geef ik nu graag het woord aan René Heeman, voorzitter van de KNMG. Er zit een geluidje op zolder, zei je? Ik hoor niks op zolder, maar ik ben niet zo bekend met de zolder van de Domus. Ik begrijp uit je woorden, Theo, dat de kerstening van Bert Keizer niet helemaal geslaagd is. Daar hebben we meer voorbeelden van. Volgens mij is er in Dokkum ook het een en ander gebeurd en is ook die kerstening niet helemaal goed afgelopen. Maar goed, geachte dames en heren, ik ben heel verheugd dat ik hier mag staan. De KNMG heeft niet alleen een lange geschiedenis, sinds 1849, maar heeft ook oog voor haar geschiedenis. In haar eerste algemene vergadering werd al een hoofdbestuurslid aangewezen om de geschiedenis van de Nederlandse geneeskunde te documenteren. De maatschappij wilde de geneeskundigen op de Nederlandse bodem verenigen, om zo die nationale koers van de geneeskunde en de gezondheidszorg in gewenste banen te leiden. En dat is denk ik belangrijk. Dat is nog steeds belangrijk. De geschiedenis zou zo duidelijk kunnen maken, daarom heeft men een hoofdbestuurslid benoemd, wat de Nederlandse bijdrage
tot de ontwikkeling van die medische wetenschappen waren. Het resultaat van die actie om iemand te benoemen was de vorming van de Bibliotheca Medica Neerlandica. En dat is een collectie, zoals u allemaal heel goed weet, beter dan ik, want ik ben nog niet in Urk geweest. Ik ben ook niet gekerstend. Een collectie van boeken, tijdschriften en handschriften van Nederlandse medici of tijdschriften die verschenen zijn in Nederland. De KNMG is zich nu ook nog bewust van haar 167 jaar oude geschiedenis en zal die conservering en ontsluiting van de Bibliotheca Medica blijven ondersteunen. In 2005 is een domusoverleg opgericht en in dit platform zijn al die historische activiteiten binnen de KNMG vertegenwoordigd. In 2007 heeft dat domusoverleg de eerste domusdag georganiseerd en inmiddels zijn deze domusdagen, zoals u ook nu goed kunt zien, uitgegroeid tot druk bezochte jaarlijkse bijeenkomsten. En vandaag heb ik de eer om die alweer tiende bijeenkomst te mogen openen. En omdat het een tiende is, je refereerde net al dat we al een van de poten zijn. Die ene poot die we hebben onder dit evenement willen we vandaag ook uitbreiden. Dat we onze bijdrage de facilitering, zoals we dat doen, niet alleen de zaalhuur, maar ook de audiovisuele middelen. Zodat we elkaar goed kunnen verstaan en de microfoons altijd betaalbaar blijven. Bijvoorbeeld. Dat helpt de voorzitter om in ieder geval zijn woord over te brengen. De titel van deze domusdag is Secularisatie van het medisch domein. Ik als geboren in Maastricht en opgegroeid in de abdij van de Bijaard. Ik weet niet of mensen Maastricht kennen. Vond dat een moeilijk begrip, zeker als je dat het medisch domein noemt. Maar er zijn volgens mij meerdere betekenissen van het woord secularisatie. Secularisatie is strikt genomen het onteigenen van het bezit van de kerk. Dat doen wij niet. Ik ken secularisatie ook in het kader van de religie en de maatschappij. En je kunt het opvatten als verwereldlijking. Ik heb het vertaald naar de titel Afname van maatschappelijke invloed van het medisch domein. En is dat zo? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, vond ik het goed om terug te gaan naar de doelstellingen van de KNMG in het verleden. En ik heb dat samen met Macht van Lieburg nog eens bekeken. Dat zijn altijd aardige discussies en aardige. We hebben daar zelfs op zondagochtend over getelefoneerd, dus u kunt zich voorstellen dat we daar intensief mee bezig zijn geweest. Ik weet niet of iedereen bekend is met de oude doelstellingen van de KNMG, dus ik zal er een aantal noemen. De bedoeling van de KNMG was de band aanhalen tussen de geneeskundigen des vaderlands en het bevorderen van onderling overleg. Dat onderling overleg vond men heel belangrijk. Dat kunt u zich voorstellen. In 1849 was het al sowieso moeilijk om van Utrecht naar Friesland te gaan, naar Dokkum, laat staan dat je dan regelmatig overleg had. Het behartigen van de belangen der Nederlandse geneeskunstoefenaren, zoals dat keurig staat, later duidde men dat als maatschappelijke belangen, was ook een belangrijke doelstelling. Het gezamenlijk beoefenen der geneeskunst en de geneeskundige wetenschap, dat wordt later aangeduid als de bevordering van de geneeskundige wetenschap en kennis, is een belangrijke doelstelling. En ook vond men het belangrijk om zich te verenigen met de buitenlandse verenigingen van medische associatie. De aandacht houden op het doel en de handeling van het geneeskundig staatstoezicht en deze zo nodig ondersteunen, vond ik ook een interessante doelstelling. En de meest interessante die vind ik eigenlijk dat men ook het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten als doelstelling had. Het sluiten van cao's. Bevorderen van maatregelen die strekken tot een goede behandeling van ziekte en het voorkomen daarvan. Daar komt de preventie meer in de doelstelling terug en dat is in 1950. De regeling van de opleiding, registratie van de specialisten
en het opstellen van gedragsregels. En dat komt pas eind vorige eeuw. En als wij kijken wat wij nu als doelstellingen hebben, dan is dat het behartigen van de immateriële belangen. Wij richten ons dus niet meer op de materiële belangen. En heel specifiek kijken wij naar kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en het bevorderen van de volksgezondheid. Wij kijken ook heel specifiek naar de vertrouwensrelatie tussen de geneeskunde en de samenleving. En dat willen we bevorderen. Daarnaast, en dat is u allen ongetwijfeld bekend, een podium geven voor discussie en debat over ontwikkeling en knelpunten in de zorg. Als ik dit nog eens beschouw en dan terugga naar wat we hier zo mooi in de zaal hebben, of in de hal hebben staan, onze artsen-eet. Want dan denk ik dat je feitelijk met je doelstellingen die artsen-eet probeert te implementeren. Tenminste, zo kijk ik daarnaar. En die artsen-eet houdt eigenlijk in, als een kort samenvat, dat je belooft om de geneeskunst zo goed als het kan uit te oefenen ten dienste van de medemens. Dat je zal zorg voor ziekte, voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Dat je de patiënt voorop stelt en eerbiedig bent over zijn opvattingen. Dat je aan de patiënt geen schade doet. Dat je goed zal luisteren en hem goed gaat inlichten. Met name dat goed luisteren is denk ik een hele belangrijke. Dat je geheim zal houden wat mij is toevertrouwd. Dat spreekt voor zich. En dat je de geneeskundige kennis van jezelf en anderen bevordert. En dat je de grenzen van je eigen mogelijkheden erkent en herkent. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Bij medische missers komen we dat natuurlijk vaak tegen. Je stelt je openbaar en toetsbaar op en je kent je verantwoordelijkheid voor de samenleving. Je belooft om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bevorderen. En geen misbruik maken van je kennis, ook niet onder druk. En uiteraard ons beroep in ere houden. Als je deze elementen bekijkt, kan ik alleen constateren dat deze elementen nog steeds volop een rol spelen in het bestaan van de KNMG. Wij staan namelijk pal voor het beroepsgeheim om de relatie arts-patiënt te beschermen, maar ook stellen we ons toetsbaar op. Wij nemen stelling voor bijvoorbeeld een tolkenvergoeding die noodzakelijk is om een goede toegang tot zorg te garanderen voor asielzoekers. We bevorderen de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening middels richtlijnen, handreikingen enzovoorts, maar ook door het ABS-artsenprogramma voor artsen die verslaafd zijn. Of het scanartsenprogramma om euthanasie in een zorgvuldige wijze te laten uitvoeren. Wij zijn ook betrokken bij die discussies over voltooid leven. En we ondersteunen de volksgezondheid door preventieve programma's. Onder andere het stoppen met roken is een voorbeeld daarvan. Het KNMG-bestuur is zich bewust van haar rol en invloed in de maatschappij en de politiek. En zij zal deze invloed blijven aanwenden om haar doelstelling te bereiken. Het huidige bestuur wil de KNMG en haar invloed toekomstbestendig maken. Als je 167 jaar bestaat, is dat goed om dat regelmatig te doen. Hoe blijf je toekomstbestendig? Om dit te realiseren heeft het bestuur begin deze maand besloten de bestuursstructuur aan te passen. Zoals u alle weet is de KNMG oorspronkelijk opgericht, en dat heb ik ook weer van Mart Lieberg geleerd, een hybride organisatiemodel. In kruising tussen een congresmodel en een genootschapsmodel. Dit heeft door de jaren heen vaak tot spanning en frustraties geleid. In 1999 is besloten om de KNMG om te vormen tot een federatie met een federatiebestuur. De landelijke districten bleven in stand. In december 2014 is het besluit genomen om de districten geen positie meer in de governance te geven. En als recent sluitstuk is besloten om het bestuur te hervormen tot een bestuur van 4 personen met een 3 leden en een onafhankelijk voorzitter. En de algemene vergadering, het leidend orgaan, zal dan bestaan uit de voorzitters van de federatiepartners. Door deze vereenvoudiging van de governance hopen wij een effectievere organisatie te hebben
en ook effectiever te kunnen reageren op de dingen om ons heen. Daarnaast creëren wij een podium, een platform, om overleg te hebben met onze achterban, met de districten en daar ook ruim tijd voor te nemen. Ik hoop en verwacht dat de KNMG hiermee de 22e eeuw in goede orde zal halen. Als ik concludeer dat de KNMG in 167 jaar veel inspanning heeft geleverd om haar doelstellingen te bereiken, haar achterban te ondersteunen bij het invulling geven aan haar of zijn eed, dan toont de KNMG hiermee aan in mijn perceptie en onderschrijft hiermee de waarde van haar bestaan en haar maatschappelijke invloed. De KNMG heeft op dit moment meer dan 59.000 leden. Dat is meer dan ooit. Om dit te bereiken was het voor de KNMG nodig om diverse malen vernieuwing in haar structuur en organisatie door te voeren. En ik geloof dat het in stand houden van een Bibliotheca Medica Neerlandica en hiermee kennis van onze geschiedenis een duidelijk fundament heeft gegeven om die vernieuwingen vorm te geven en te ondersteunen. Want zoals Golo Mann heeft gezegd, wie zijn verleden niet kent, zal geen greep op de toekomst krijgen. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat we deze dagen nog veel zullen hebben. U heeft net, doet u het of doet u het niet? Ja. U heeft net een aantal afkortingen uit mijn mond vernomen en ook van René Heerman, die ik hartelijk dank voor zijn toespraak, waarin hij ook weer ons historisch inzicht van wat er in dit gebouw en daarbuiten allemaal gebeurd heeft verdiept. En daar is onder andere de naam Domusoverleg weer tevoren gekomen. U heeft NVMG, SHM enzovoorts. Om het allemaal wat helder te maken, vindt u op de Bali, waar de koffie en de lunch geserveerd wordt. Dit kaartje, daar staan allemaal uitgelegd wat die afkortingen betekenen. En er zit nog een ander papiertje bij. En daar kunt u uw belangstelling tonen voor medische geschiedenis. Dat doet u al door hier te zijn trouwens. Maar dan kunt u dus kijken of u nog in wilt schrijven voor een cursus medische geschiedenis. Of u geïnteresseerd bent in de bijeenkomsten en activiteiten die in het treffpunt medische geschiedenis op Urk plaatsvinden. En of u de volgende Domusdag zou willen bijwonen, hoeft u pas op het eind van de dag te beslissen. En het lidmaatschap van de NVMG.